ADO versloeg alle jongploegen al dit seizoen. Jong AZ was nog nooit eerder de tegenstander van ADO Den Haag. Een historische avond dus. In het Forenpark. En hier is een kans en een goal. Het is Thomas Verheid. Het is 1-0 na 23 minuten. De dank gaat uit aan Matthijs. En het is een mooie goal. En Verheid scoort voor de zesde wedstrijd op rij. AZ. Maar 3 punten gehaald in deze periode. En het antwoord is prachtig. Ja, zijn voornaam doet het al een beetje vermoeden. Een gave techniek. Zigo is zijn voornaam. Buurmeester zijn achternaam. En het is 1-1. Dat is een dikke streep door de Haagse rekening natuurlijk. Nou, doordat 5 wedstrijden op rij al wist te winnen. Hier Sam Stijn. En daar een goede kans voor Boerar. Maar die bal gaat net naast de goal. ADO Den Haag natuurlijk in goede vorm. Ploeg die al een periodetitel heeft ook. En de aansluiting wil houden met de kop. Binnen een jaar terug ten slotte. Kijk eens wat een vrije doortocht dit is voor Griffith. En dan maakt hij ook maar het doelpunt. Maakte de eerste in zijn carrière in augustus. Begint hier aan een wandeltocht waarvan hij ook niet weet waar die eindigt. Maar er is niemand van ADO die zegt stop tot hier en niet verder. En dus AZ op voorsprong. Dan hier Hens, Joey Jacobs. Elia is dan inmiddels in het veld voor Azante. En Jacobs maakt hier inderdaad Hens. Bal gaat op de stip. Het is de slechtste penalty van Thomas Verheid ooit. Maar hij gaat er wel in. Kijk eens. Maar hij is zo hard dat Sam Westerveld alleen maar de bal kan aanraken. Dan is het 2-2. En gaat ADO dan in eigen huis punten verliezen. Sam Stijn, smaakmaker. Ja, zonder geluk vaart niemand wel. Hij wordt getoucheerd en Stijn zet ADO dan op een 3-2 voorsprong. Ongelukkig moment voor Maxime Dekker. Dan gaat AZ, natuurlijk zou je bijna zeggen, het elftal van Maarten Martens, op jacht naar de gelijkmaker. Want dat zit er tenslotte in. En hier wordt de bal nog van de lijn gehaald door Boy Kemper. Brood weet dat zijn ploeg de 3 punten kan halen, maar dat AZ gevaarlijk is. Zeker hoor, onder leiding van deze buurmeester. Hier dan nog 1 uitval. Verheid is voor de goal. Voor zijn derde. Daar is Verheid. En daar is Westerveld. En de bal gaat voorlangs. Maar ADO gaat deze wedstrijd wel gewoon winnen. Geen 3 van Verheid. Wel 3 punten voor Ruud Brood. 3-2 tegen Jong AZ.